baby. Oh, dit is de fit. Nee, grapje. Ik ga niet als Tante Nel natuurlijk aanschuiven. Ja, ja, dan het aaien. Ja, wat ben je mooi. Wat doet je moeder ook allemaal met jou, hè? Gezondheid. Ja. En op kleinetjes. En beauty allemaal. Ja, er valt toch wel een soort van een last van mijn schouder af. Het is vandaag donderdag en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvlog. Nou moet ik heel even toegeven dat ik echt al heel lang mijn camera niet meer heb gepakt. Ik pak hem vanaf vandaag weer op. Feestdagen komen eraan. Ik heb even wat cadeautjes weer ingeslagen. En ja, we gaan er gewoon een leuke tijd van maken. Ik heb net even de laatste kerstcadeautjes ingekocht in de stad. En ik ga zo meteen voor het eerst weer na maanden ga ik weer sporten. Ik heb daar wel veel zin in. Ik heb het ook echt even nodig. Maar ik moet het natuurlijk wel langzaam gaan opbouwen. Ik kan natuurlijk niet vol in de spieren krachttraining gaan. Ze moeten weer geleidelijk aan gaan oppakken. En daarna ben ik gewoon weer thuis. En met de eerste kerstdag vieren we... Nee, met de kerstavond vieren we de kerst met de familie van Niek. Hebben we loodjes getrokken en ik heb dus Niek als mijn loodje. En de eerste kerstdag gaan we kerst vieren met mijn familie in Amsterdam. Dat is even mijn inleiding. Ik weet ook echt niet meer waar ik ben gebleven met de laatste keer vloggen. Ik probeer een beetje mijn vlogs recht te trekken, maar ik vind het ook ontzettend moeilijk om ook nog eens daarbij mijn vlogs te editen. Ook als ik in Amsterdam ben, dan ben ik Claire ook weer aan het helpen met de webshop. Dus eigenlijk ben ik weer heel erg druk. Eigenlijk misschien iets te druk. En in Breda kom ik op zich nog wel tot rust. Alhoewel ik natuurlijk wel voor iedereen moet zorgen. Ik moet mijn balans in mijn leven weer een beetje zien terug te vinden. En ik denk dat sporten ook wel echt een goede hulpmiddel is hiervoor. En het mediteren probeer ik ook weer op te pakken. Met Jessie gaat het overigens heel erg goed. Ze groeit echt super goed. En ik ben nu over aan het gaan op flesvoeding. Het prinsesje zit even lekker in de stoel, zodat ik de cadeautjes kon inpakken. Ik heb wat fotootjes heb ik in lijstjes heb ik gedaan. Dus dit geef ik als kerstcadeau aan mijn schoonfamilie en aan mijn familie. Maar ik had wat koekjes van de Cookie Studio, had ik op mijn Instagram gedeeld. En die heb ik allemaal heel erg leuk in deze zakje tasjes gedaan. Dus hier zit een tasje. Nou, dit is een cadeautje voor... Dit is een cadeautje voor Colin. Die heb ik gewoon een Zara-bon ingestopt. Hier zit een boek in voor mijn moeder. Met, ja, leuk hè. Ik vond het wel een leuk idee van mezelf. Ik heb gesport en dat vond ik echt even lekker. Het was gewoon weer een heel fijn gevoel om weer een beetje fit te zijn. Nou heb ik echt met hele lichte gewichten getraind. Echt maar met 3 kilo en met 5 kilo. Maar het is vooral opbouwen. En Angie zegt ook wel dat het echt tijd nodig heeft. Dus we gaan gewoon rustig aan alles opbouwen. En dan over een aantal maanden ga ik echt weer beginnen met kracht. En dan wil ik trainen om aan te komen. En vooral aankomen in spieren. Spieren in mijn bovenbenen, in mijn armen. Ik mag even wel wat meer vet op mijn lichaam hebben. En wat spieren, want ik ben al wel echt best wel heel erg dun. Niek en ik gaan even een film kijken. En lekker chillen deze vrijdagavond. Ik heb de cadeautjes onder de boom gelegd. En nu maar hopen dat Sjane niet aan gaat zitten. Maar er staat wel even veel gezelliger zo de boom. Met wat cadeautjes eronder. Oh, kijk, daar gaat ze al. Een paar dagen geleden liet Sjane de kerstboom omvallen. Jessie is echt gegroeid. Jullie hebben haar al een tijdje niet meer gezien op mijn vlog. En gisteravond... Of eergisteravond was ze aan het duimen. Dus ze heeft haar duim gevonden. Echt zo, zo schattig. Bijna 2 maanden oud. Ja, bijna. Over hoeveel dagen? 4 dagen. Ik heb een flesje gemaakt voor Jessie. Want ik ben mijn borstvoeding aan het afbouwen. Oh ja, dat had ik al verteld. En dit flesje van Hagen vinden wij echt een heel fijn flesje. Die hebben jullie in mijn andere video gezien. En deze gebruiken nu al een tijdje. Heb je zo'n honger, hè? Ja. Ja. Yum. Heb je die doek? Hier is een doek. We zijn een film aan het kijken. Maar ze moet dus 20 minuten over het flesje doen. En ook af en toe met een pauze ertussendoor dat ze een boertje kan laten. En ja...
soms als je even niet goed oplet, dan heeft ze opeens het flesje op. Dus je moet wel echt opletten als je een flesje geeft. En ze vindt het echt lekker en ze had ook echt geen, ze heeft ook helemaal geen moeite gehad om uit een flesje te drinken. Ze begreep het eigenlijk al vrij snel. Als ik haar nog steeds dan de borst geef, dan hap ze eigenlijk ook meteen aan. Dat is wel heel erg fijn. Vrolijke meisje. Je bent een vrolijke meid. Ze is ook zo sterk geworden in haar nekje. Oh, Jessie. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Lol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 
Touchdown. Jezus uit Brabant. Ze zegt een kleine kinderke. Oh ja. Kindertje. Een kleine kinderke allemaal. Schattige kinderke. Ja, ik hoorde Jezus, hij komt uit Breda. Eigenlijk. Jezus Christus. Die tegenover is gewoon de over. Wat is je overbuurman? Ja, wat mijn over. Opa. Nou, Jessie die had echt haar hele... Oh, ik ben een beetje nat. Die had haar hele luier onder gepoept. Want ze had dus 2 dagen niet gepoept. En de hele luier zat helemaal onder. Ik heb trouwens echt een leuk pak aan. Van mijn sisters closet. Heel even promotie voor me, van mijn eigen webshop tussendoor. Ja, ook echt een stomme promotie met die watervlekken erop. Maar goed, het is echt een heerlijk pakje voor binnen. Kan ook voor buiten trouwens. En we hebben hem ook in het beige. Ze brabbelt al zo lekker. Hey, Sjaan heeft ook even een cadeautje meegenomen. Schattig hè, die geluidjes. Maar ik heb trouwens een snottenzuiger gekocht. Dit is echt een aanrader. En ze vinden het nog leuk ook als je met de dingen naar haar neus zit. Echt een topapparaat. Dit is Jessie haar outfitje. Een heel leuk berenpakje van de H&M. Dat is mooie droppie. Ik kan echt niet stoppen om haar te filmen en foto's te maken. Ik vind haar zo knap. Met echt de knapste baby van heel de wereld. Kijk hoe Sjaan hier nou weer bij ligt te chillen. Wat ga ik ook een stuk om haar af en toe. Jessie krijgt nog steeds haar vitamintjes. Vitamine D en vitamine K. Elke dag krijgt ze dit. Ik moet wel even de dop erop doen natuurlijk. Dat doe ik zo wel. En deze olie doen we altijd op nadat ze in bad is geweest. En deze crème doe ik heel vaak op haar gezichtje. En deze is ook vegan. En dat vind ik wel, wel beter voor haar dan. Goedemorgen, dit kleine beertje heeft echt super lang geslapen. Ik heb haar voor het laatst om 1 uur 's nachts tiet gegeven. Wakker om 9 uur. En ze werd wakker omdat Niek gebeld werd. En Niek moest er ook uit. Dus hoe fijn. Ze heeft gewoon voor het eerst 7 uur achter elkaar geslapen. En daarvoor in de avond had ze ook al van 3 uur 's middags tot 7 uur 's avonds ook al bij Niek op de bank geslapen. Of nee, van 3 uur 's middags tot en met 10 uur 's avonds. Echt bizar lang. En tussendoor natuurlijk wel wakker geweest voor voeding. Maar we hebben hier gewoon te maken met een kleine Door en Roosje. Deze kleine meid, die slaapt alleen maar. Hè? Ben jij een kleine Door en Roosje? Het is nu 10 uur 's morgens. En ik heb haar luier verschoond. En ik ga om 11:15 even mijn nagels laten doen. En dan gaan we even langs mijn familie in Amsterdam. We hebben deze melkmachine van vriend van Niek overgenomen. En dit is een Easy Baby. Dit is een soort van koffieapparaat, maar dan waar melk uit komt. Hier komt dus melk uit op de juiste temperatuur die je wilt. Dus dat is echt heel fijn. Ik gebruik melkpoeder van Nutrilon. En ja, dan is je flesje echt zo klaar. Dus dit is wel echt een
topapparaat. Ja, ze is bijna 2 maanden oud. Het is vandaag 23 december. Zo over 3 dagen is het 2 maanden. Het is echt hard gegaan. Wel jammer, want ik wilde echt een newborn shoot eigenlijk plannen. En Niek en ik hebben dat gewoon niet gepland. Dus ik ben al bezig om dat te regelen. Dat wordt dan geen newborn shoot meer, maar dan een normale fotoshoot. Maar dat maakt niet uit. Ja, weet je, in de eerste paar weken ben je zo erg bezig met, met hoe je een moeder moet zijn. Om haar te verzorgen, om zelf te herstellen. En daarbuiten zijn natuurlijk ook allerlei andere taken die je moet doen in het dagelijks leven. Dus dan denk je daar ook niet echt aan. Althans, ik heb daar niet echt over nagedacht. Tot aan een paar weken geleden dacht ik, oh shit, we moeten wel echt een newborn shoot doen. Maar goed, toen was het al te laat. Want een newborn shoot doe je totdat ze 6 weken is, geloof ik. Maar ja, maakt het ook uit. Ik heb 100.000 foto's van haar en filmpjes. Dat is echt niet normaal. Heel mijn telefoon zit al vol met foto's en video's. Als je zelf kinderen hebt, dan begrijp je het denk ik wel. Ik maak een flesje met 150 milliliter. En dat heeft ze ook wel echt nodig, zoveel. En dan moet je nu even rechtop zitten, wijfie, voor een boordje misschien. Ga je nu een boordje doen? Ja, ik weet dat je het niet leuk vindt. Dit vindt ze echt nooit leuk, want dan onderbreek ik haar met de voeding. Maar ja, je zal toch even pauze moeten nemen, schat. Anders drink je te snel. Zo rijden we om 11:45. Nee, om 12:00 rijden we hier weg. De luiertje is al verschoond, maar ik denk dat die misschien nog even verschoond moet worden voordat we weggaan. En Niek heeft zijn laatste klant om 2:00. En dan rijden we daarna door. Wij komen terug van de nagels. Ik heb gekozen voor deze kleur. Gewoon lekker subtiel. Heel licht poederroze met een leuk glittertje. Ja, vind ik wel leuk voor de feestdagen. En ik heb net een cadeautje voor Niek gehaald. Dit is een tattoo cadeaubon bij Exclusive Ink in Breda. Dus dan heb ik ervoor gekozen dat hij een tattoo kan laten zetten bij Thijs. Dat is een vriend van hem, die hond. Wat gaan we vast? Ik kom met een pakketje binnengelopen. Oh, mooi. Lekker ook die boete daar op tafel. Mijn boete. Altijd nog leuk om een boete te krijgen nog tijdens de feestdagen. Ah, je knuffel. Kusje. Kusje, ma. Goed van jou. Wat ben je aan het vertellen? Dat je bij de nagelstudio was. En toen ging je nog... Ja, en toen ging je een cadeautje halen. Wat goed onthouden van jou. Oei. Hé, gaat het schrijven hoor. Ja, dat gaat maar schrijven. Ja, en ze heeft wel veel beveiligers, hè? Dat wel. Ja, 30 minuten gevoetbald, geloof ik. Oh, zit jij wel aan te kijken? Ja. Ik kijk echt zo weer. Ja. Schattig. Je weet het, ik ben de gekste, hè? Vol lamp. Nee. Claire en ik hebben dus allebei hetzelfde aan. Ja, dit was niet gepland. Echt, hoe bedoel je het, Twins? Kijk. Oh, doe voor mij eigenlijk ook maar lekker wijn. Claire, je hebt wel zin in. Witte pijl of zeven? Doe maar wit. Oh, doe maar een rood wijntje. Wij zijn dus in Amsterdam en alle vrienden zijn hier ook gelijk verzameld. En hebben ze die klein ook gelijk gezien. Gezellig. Ik vind het wel echt weer heel fijn om hier te zijn. Wat staat er op het menu? Kaaskroketten, bitterballen, cheese bites en... Lekker. Ja, maar we wilden gaan bestellen, maar... Dat duurt zo lang. Ze vinden het ook allemaal maar best. Ze staan hier even met 15 man in huis. Ze zitten ook. Je enige auto is niet dom. Jongens, als je op boven staat, ik was hier. Nee, maar ik heb het ook wel. Dit heb ik gemist, de Amsterdamse gezelligheid. Deer voor.
Oh, ik ben helemaal make-up loop. Bedankt van Veerle. Oh ja. Oh ja, alsjeblieft, hè, Jack. En van Jake natuurlijk. Ja. Van Veerle, van Jake. Dankjewel, hè, Bobbies. Ja, gelukkig wel. Ja. Oh, leuk. Wow. Oh, is echt leuk. Wat is dat dan? Ja, het is een dekentje voor de wagen. Oh, leuk. Oh, dankjewel. Wat een lekker spulletje. Oh ja, ze zei net alleen van Veer. Nee, van Veer en Jeep. Dankjewel. Kijk, mevrouw heeft ook hetzelfde pak. Nou, kleine cannoli die lag hier even alleen te slapen. En wat zei je nou net, Claire? Dat kleine cannoli. Oh, mama's bed zit op mijn wc. Met tante Claire, ja. Hier kwamen we erachter, hè? Dat ik zwanger was. Ik zei, ben je niet zwanger? Mijn kleine cookie cannoli. Kleine cookie. Kijk ze, oh, naar de lamp. Waar vind je lamp? Ze kijkt echt naar elke lamp aan het plafond. Misschien gaat ze later werken bij een lampenconcurrent. Lamp bij 1, 2, 3 lamp. Ja, een klein elektrische. Oh, wat een mooi beeld zo. Nou, dit is echt vet. Goedemorgen, het is vandaag zondag en vanavond vieren wij onze kerstavond. Ik heb me gedoucht en ik heb even een basislaagje opgedaan, foundation, concealer. En mijn foundation zit echt goed. Ik heb namelijk een primer van Olcay Gulsum Beauty. Die is zo goed, hij is echt lekker zacht. Ik laat hem even zien aan jullie. Miracle Blur. En dit is geen advertising, maar dit is gewoon een tip van mij aan jou. Dit is zo'n heerlijk spul. Deze primer maakt je huid echt smooth en zacht. En het voelt ook echt mega zacht. Zo ziet hij er van binnen uit. Ja, dit is echt een aanrader om dit te gebruiken voor je make-up. En deze beauty oogpalet is trouwens ook echt super mooi. Maar dit zijn de kleuren die erin zitten. Nou, gisteravond was dus nog best wel een spontane avond. Ik was eerst gewoon bij mijn ouders en daarna gingen we naar Claire en Colin. We zouden daar een hapje gaan eten. Nou, het werden gewoon snackies en pizza's. En toen kwam eigenlijk echt heel de ambiance familie bij elkaar. Dat was ook echt heel handig. Want nu hebben ze allemaal Jessie gezien. Want een aantal vrienden van ons moesten nog Jessie bezoeken. Dus nu hebben ze gelijk allemaal gehad. Of bijna allemaal gehad. Het was echt weer heel erg gezellig. En het is bij hun allemaal uitgelopen tot 4 uur 's nachts. Maar goed, doordat er zoveel mensen kwamen en het best wel een kleine ruimte is, werd het wel een beetje luidruchtig. Dus hebben wij die kleine meid in de slaapkamer. Hebben die kleine meid naar de slaapkamer gebracht. Daar helemaal zo lekker opgerold in de deken. Dat ze geen kant op kon. En toen ben ik daar dus een tijdje gebleven. En ze is toen gewoon in slaap gevallen. Natuurlijk gingen wij om de 5 minuten even checken. En iedereen wilde dan ook even gaan kijken natuurlijk hoe het met haar ging. Dus je werd een goed oogje in de zeil gehouden. En dat werkte eigenlijk wel prima. Maar goed, ik merk altijd wel even als het een beetje te druk is geweest op een dag. Dat ze dan een beetje overprikkeld is. Dus zoals nu is ze dan wat meer huilerig. Maar ik wil haar wel gewoon altijd gewoon overal mee naartoe nemen. Het is echt niet dat we naar feestjes gaan. Gisteren was gewoon misschien net iets te druk. Maar ik wil wel gewoon dat ze went aan de drukte en aan veel geluid onderheen. Natuurlijk geen hele harde geluid. Maar ik heb wel een koptelefoon die ik ga bestellen. Speciaal voor babytjes. En dat is denk ik wel heel fijn dat als je dan naar een verjaardag gaat. Of als je naartoe gaat en je weet niet hoe druk het wordt. Dat je dan zo'n koptelefoon hebt. Dat ze in ieder geval iets over haar oortjes heeft. Zodat het geluid wat gedempt wordt. Dus die ga ik vandaag bestellen. En het is wel makkelijk denk ik om die gewoon altijd bij te hebben. Als je ergens naartoe gaat. Allemaal natuurlijk nog heel nieuw voor mij en Niek. Er zijn heel veel dingen die wij nog moeten leren. Of ook dat je soms in bepaalde situaties terechtkomt. Zoals gisteren dat je het niet van tevoren weet. Dat het dan druk wordt. Of dat er te veel ruisjes en geluid. Ja. Maar goed, wij weten dan in ieder geval wat je dan moet doen voor de volgende keer. Wij zijn wel natuurlijk op tijd naar huis gegaan. We moesten gewoon weer naar Sjaan. En en die kleine moest natuurlijk gewoon naar bed. Dus we zijn op tijd naar huis gegaan. En net hebben we ons gedichtje gemaakt. En nu ben ik maat klaarmaken voor de kerstavond.
Deze mist ruikt trouwens ook echt heel lekker. Make-up look zit erop. Zo. Nou, dit is de fit. Nee, grapje. Ik ga niet als Tante Nel natuurlijk aanschuiven. Nou, ik doe nu even wat aan. En dan even mijn haar doen met de Dyson Airwrap. Oh, dat is wel een goede setting die ik heb gecreëerd. Ja, ik verbaas me soms nog van mezelf. Ik heb de Dyson Airwrap. Ook echt voor de commode, maar hier staat de spiegel. Dit is trouwens mijn outfit. Ik heb gewoon een wit pak aan van Nikki. En ik kan gewoon weer natuurlijk al mijn kleren aandoen van vorig jaar. Dus dat is top. Ik pak eigenlijk pluk voor pluk. Daar zit je de Jessie daar ook in te vinden. Nee. Hoe het is geworden en of het blijft zitten. Maar goed, ik had dus net moes gevonden. Ook echt net. En eigenlijk moet je wel eerst van moes of fixing spray in je haar doen voordat je dit gaat doen, want anders kan het heel snel uitzakken. Nou, het ziet er wel mooi uit hoor. Het ziet er lekker vol uit. Ik heb natuurlijk wel even mijn haar gewassen van tevoren en met 80% droog haar heb ik dus de Dyson erin gezet. Ik denk dat dit het wel is. Het is lekker poeverig. Er zit heerlijk veel volume in. Ik vind het wel leuk staan. Oh, hier is ons kerstengeltje. Lekker geslapen. Kijk wat schattig. Ze heeft dit jurkje aan van de H&M. Dit is een rompertje met een rokje eraan vast. Wel mijn jootje, anders is het een beetje fris. En ik heb echt een super schattig haarstrikje. Dit is de fit. Wat heb jij, Aniek? En jij hebt ook een mooie beige pak aan. Oh, je bent even tanden poetsen. Cadeautjes zitten in de tassen die we meenemen. Oh ja, voeding moet natuurlijk mee. Deze tassen gaan allemaal mee. En Shani gaat natuurlijk ook mee. En ze ligt alweer te slapen. Dit strikje is toch te lief. Echt, het is zo poppig hoe ze eruit ziet. Ik wil je opeten. Ik wil jou opeten. Oh, ze is zo sterk. Zo. Even rustig van mij. Oh, dat is lief van jou. Ben jij aan het aaien? Schat, Romeintje, doe maar over het bolletje aaien. Dat is wat je bij baby's doet. Oh. Ja. En Paul die is hier aan het... Dit is mijn cadeau. Romein is mijn cadeau, toch? Papa, oh. Zal ik hem hier even doen, alsjeblieft? Nou, dankjewel. Peter, cheers! Zo'n duivelse lach. Lekker aan de zuidje. Moeders mogen altijd aan de zuid met kerst, hè? Ja, vind ik ook. Peace! Romeintje wordt al 3 jaar. Word jij al 3 jaar? Lieve Jessie, dankjewel. De jongste telk van de familie, ons Bredammertje. En wat een lief ding. Maar ja, je papa en mama zijn bekend van tv, dus ga je vanzelf met de stroming mee. Maar heb je daar later soms genoeg van? Weet dat je dan nog altijd naar je opa en oma toe kan. Mm, dat is echt lief. Dankjewel. Hé, papa Niekske. Jullie zijn hier echt goed gemist. Ja, die strik. Nee, was niet afgesproken, hè? Hallo. Ik heb even dat. Maar het is een zalmtartaar. Nooit gebakt. De eerste keer. Ja, dat zeggen ze altijd. Nee, dat is serieus. En wat zit erin? Er zit zalm in natuurlijk. Komkommer. Wortjes komkommer zit erin. Er zit een avocado. Anderhalve avocado zit er. Door het geheel. Even kijken. Hooiwijnsaus, hè? Het
Tussendoor nog een feestje, wintersport en carnaval. Het kan allemaal. Ja. Anders wij willen het niet. Maar dan in maart kwam jij erachter dat jij door de drukte nog begint van Gouden Zaad. Eén FaceTime gesprek verandert jouw leven en niet voor even. Vanaf dat moment is het ongekend en iets waar jij niet mee bezig bent. Ja, Nietzke, jouw vrouwke is zwanger, dus al dat feesten, dat kan ook niet meer langer. De dag van de bevalling staat in jouw geheugen gegrift als de mooiste dag van jouw leven. Het grootste cadeau waar je ooit hebt van durven dromen is speciaal op jouw 35e verjaardag gekomen. Jessie Marijnissen. Nog nooit heb ik jou zien huilen en horen snikken, maar dit is zo speciaal en iets wat niemand meer van ons af kan pikken. Na een paar weken van poepluiers, jouw vrouw haar kraamtranen, weinig slaap, het leven houden van ons kind, ben jij uitgeroepen tot de beste papa die ik altijd heb bemind. Deze dagen wordt onze eerste kerstmis als kerstverse gezin samen. Hoe bijzonder en wat is het toch allemaal een wonder. Hou van jou, dikke kus, jouw kerstvrouw. PS, vanavond verdien ik een massage. Heel mooi. Heel mooi. Heel mooi. Moet je even helpen? Hé, hey, van exclusive. Ik heb dit bij Tommy gezien. Ik denk, huh? Dit is wel bekend voor. Ja, een tattoo cadeaubon. Oh, wat leuk. Ja. Ik dacht, vind je misschien wel leuk om Jessie haar naam te tatoeëren, toch? Zeker. En dan door Thijs heb ik dan erop gezet. Ja. Wat zeg je? Nou, wat lief. Zo. Ik krijg helemaal traag. Hè? Ja. Ah, wat lief. Nou. Wat heb je gekregen, Joe? Ekkie. Mooi man. Moet je kijken wat ik krijg. Zo. Wow. Ik krijg gewoon een ziek horloge. Wow. Zo. Ik word gewoon helemaal zeker. Dan moet je nog heel veel houden, hè? Heb jij goed gebaard, Joan? Mijn baar gaat goed gedaan. Nou, dat geweldig. En er staat ook nog iets op. Wat mooi. Er staat iets op. Een inscriptie. Oké, moet goed kijken. Oh, Jessie staat erop. Ja, dat staat hier. Daar staat de geboortedatum. Dat is mooi. Daar word ik warm van. Dat is lekker warm. Meestal links, toch? Oh, dat is echt super fijn. Alleen ik zie het een beetje. Ja. Mijn arm wordt alleen een beetje. Weet je, als je zo meteen blauw wordt, dan geven wij je geel. Krijg je hints? Fleun heeft zon. Niek, wat heb jij? Airport auto. Airport auto. Oh? Ik blijf thuis. Hij hoeft niet thuis te blijven. Nou, ik mag gaan zwemmen, denk ik. Niek mag auto rijden, vliegen. Ik blijf thuis. Paul blijft thuis. Ik ben te wit. Ik moet in de zon. Jij moet naar de zonnebank. Ja, ik heb een autobedrijf. Auto, ja. Ja. Nou ja, het is eigenlijk de bedoeling dat we een keer samen weggaan. Oh, wat leuk. Ja, hoe dan moeten we nog even regelen? Goedemorgen, het is vandaag eerste kerstdag. En Sjaan staat op tafel. Sjaan eraf. Sjaan eraf. Nou, ik heb even een heel schattig kerstontbijtje voor ons klaargemaakt. Met een cookie. Van ons. Ik weet niet waar ik mag. Heel karig, maar Niek en ik eten toch alleen maar een broodje rosbief. Oh ja, wel met mayonaise. En twee van die taartjes gehaald. Jessie ligt in de stoel, moet alleen dit even vastmaken. Dat gaat Niek even doen. En dan gaan we ons klaarmaken en dan rijden we naar Amsterdam. Ze willen het ook allemaal maar best. Hé, Jessie? Dit is echt grappig. Ze is een rendier. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Hallo! Sjaan niet doen. Sjaan denkt gelijk dat het knuffel is. Wat ben je mooi. Wat ben je mooi. Wat ben je mooi. Wat doet je moeder ook allemaal met jou, hè? Oh. Ja, we wonen natuurlijk wel in Breda. En hier heb je natuurlijk elk jaar carnaval.
Dus dan moeten we ons wel hier aanpassen, hè, Jess? Ze hoeft zich helemaal niet aan te passen. Ze moet gewoon zijn wie ze is. Ja, ze is ook wie ze is. Daarom zeg ik, dan moet ik wel een beetje meegaan met jullie cultuur. Ze is gewoon van hier. Alleen jij bent de enige die nou niet echt van hier is. Zij is gewoon hier, zij is hier geboren ook. Jij bent ook niet van hier. Jij bent het enige buitenstaandertje. Jij bent niet van deze planeet. Ik heb me klaargemaakt en net weer even mijn haar een beetje een touch-up gegeven met die Dyson Airwrap. En het is me nu al echt goed gelukt. Ik moet die Airwrap gewoon even wat langer in mijn haar doen en dan pas eruit halen. Maar dit is de fit. Ik draag deze pak van Refined Department. Echt een heel leuk pak. Met steentjes. En yes, ik heb gewoon weer lekker mijn UX eronder aan. We zitten toch thuis, dus niemand die het ziet. Maakt ook echt niet uit. Ik heb hem nu dicht. Zo staat hij als ik hem open heb. Echt super leuk. En dan heb ik gewoon een body. Dan heb ik gewoon een body aan. En oorbellen van Frankie Amsterdam heb ik in. Super leuk. Ik doe een stringetje aan met glittertjes. Ja, oh, Niek doet zijn glitterstring aan. En hier ligt de kleine rendier. Oh, mijn schat, sorry, ik maak haar wakker. Echt Don en Roosje, ze slaapt echt veel. En ze slaapt ook echt heel erg uit. Het is echt niet normaal. Echt een kind van de vader. Ik heb trouwens ook hele leuke sieraden ontvangen. Hier staat de geboortedatum en de verjaardag van Niek op. Dus ook de geboortedatum van Niek natuurlijk. En een ketting met haar naam. Echt super leuk. Ook echt heel erg mooi. Ik ga deze wel even omdoen. Ik vind het echt heel schattig. Kijk wat leuk deze ketting. Super mooi. Echt heel mooi. Dit ringetje. Met de letter J. Het is toch een super leuk setje bij elkaar. We are in Amsterdam. En Claire. Yes, I'm going to speak English. Wij staan in de keuken. Want je bent in het buitenland. Yes, I am. This is Amsterdam. This is not Breda, so we are in the buitenland. Kan je mij ook een keer filmen, nu ik er wel een beetje oké uitzien? Mag ik jouw make-up look zien? Kijk dan even vrolijk. Ja, very beautiful. Claire en ik staan in de keuken, want wij zijn hapjes aan het klaarmaken. Voor alle gasten. Dat was Claire haar idee. Voor onze familie. Dat was Claire haar idee om dat te doen. We doen het gewoon. Het was niet eens een idee. Nee, dat is waar. Claire had gewoon boodschap gedaan. En ja, we gaan steektartaar maken. Ik heb net garnalencocktail gemaakt. Claire is nu avocado aan het prakken. En wat maken we nog meer? Een rollade hebben in de oven zitten. En wat nog meer, Claire? Ik zie iets van zalm. Oh, je gaat zalmsalade maken. Je verzint gewoon zelf dingen. Ik ga zalm tartaar maken. Oh, zalm tartaar. Ook lekker. Claire heeft de tafel vast leuk gedekt. Met de notenkraker. Nou, Claire, dit vindt Niek dus niet zo leuk, een notenkraker. Ja, Colin is gek op notenkrakers. Het klinkt wel een beetje heel gek. Ziet er gezellig uit. Deze tafel natuurlijk helemaal vol met lekkere hapjes. Nou, onder de kleine mini kerstboom. Waarom hebben jullie geen piek, mam? Vraag maar aan Claire. Nou, de cadeautjes staan al onder de boom. Die wil aandacht. Hi, mam. En de familie zit hier even bij elkaar verzameld. Voordat we aan tafel gaan. Hallo, gekke hond. Gaan jullie ook anders praten nu daarin? Ja, we gaan nu anders praten. Je moet iedereen te gek doen. Moet een beetje op zijn Brabants. Heel raar accent van mij. Jazzy. Ik weet niet hoe Jazzy gaat praten. Het is een man dat jij nasi maakt. Nasi. 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 Steektartaar. Zalm tartaar met avocado. En garnalencocktail. Toastjes. En gevulde eggs. Burrata. En er komen nog wat meer dingen bij. Maar dit is alleen het voorgerecht. En zometeen maken wij het hoofdgerecht. Dat is gewoon een lekker stukje vlees. Ga nou iedereen zitten. Papa gaat ook niet staan. Kijk, kom maar. Kom maar, jongen. Weet je wat ik zo leuk vind van deze tafel? Dat het niet zwaar is. Als ik mezelf naar voren trek, heb ik de tafel mee. Ja, inderdaad. Nou, dat probeer ik niet hoor. Nee. Maar onze tafel is ook wel zwaar. En veel gezondheid. Ja. En een kleine Jess.
En jullie allemaal, hè? Mijn liefdes. Ja. Mijn liefdes, mijn pro. Sjaan is wel ondervoet. Ja, Sjaan is echt ondervoet. Het kan gewoon niet zo. Ik denk, alles gaat de Jessie natuurlijk worden. Nou. Ja, Sjaan is wel echt dramatisch. Sjaan is de drama queen. Prinsessenbak. Kijk Sjaan, mooi. Kijk Sjaan, je hebt een nieuw bakje gekregen. Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. Nou, Sjaan heeft een mooi bakje gekregen van Claire en Colin. Was dat? Oh, hier is een hele kleine lichamen geworden, dat is van je ouders. Oh! Ja, het is geen samenwerking hoor, ik heb gewoon betaald. Dit is echt betaald. Ja. Alles denkt iedereen. Die zijn keihard op. Ja, daarom, daarom. Ik weet niet wat daarin staat, maar... Oh, dat is gewoon een bedankje of zo. Dan is het dus hij zit er maar koeken in. Koek? Cool, jij zit in de tas. Wat is... Oh, een pyjama. Ja, ik hoop dat je die leuk vindt. We komen die terugsturen. Je initialen staan erop. Waar dan? Ja, op het borstvakje. Oh, in het zwart? Huh? Ja, rot op. Dat was kijk wat voilà. Erop staat. Jozus. Ah. Ah, hey. Dat is mijn cadeautje. Nou, Claire, is dit die haarparfum? Ja. Is die haarparfum? Ik had dat voor mezelf. Oh, die haarparfum. Ja, haarparfum. Maar dat is echt lekker. Wow. Wowzers. Helpt dat bij mij ook of niet? Want aangezien ik geen haar meer mag. Oh, beauty. Laat me even oordelen. Oh. Nee, ik denk het niet. Dat ik uit Milaan ben. Fenty beauty. Wow. Let me zoom. Zal ik hem even openmaken voor jullie kijken? Wat is het? Fenty beauty lip gloss. Echt mijn liefde. Oh ja, leg het daar maar weg. Leg het daar maar neer hoor. Nice. Nee. Deze is voor jou, Nick. Die hoef je niet te delen. Dankjewel, broosjes. Oh, misschien wel. Wat nou weer? Je kan eentje wel delen, maar het hoeft niet natuurlijk. Oké, dat denk je niet dan. Maar dat hoort erbij, hè? 1, 2. Een spreuk toch? Ja. Ja. Nou, hier weer. Bam. Zit ja, je ruikt het ook, lijkt me een verbrand rotje. Ja. Wat zit erin? Ja, dat is een hoedje wat ze in Engeland zetten. Oh, er zit nog een tekst op, toch? Of niet? Voor mijn hoofd is volgens mij is het een spelletje. Nou, er zit wel meer in als alleen een hoed. Kind slaapt gewoon door. Echt een kind van de vader. Het is vandaag tweede kerstdag. Oh, shit. De speen valt weer. Het is vandaag tweede kerstdag. En Niek is... Wat is het nou, schatje? Zo, wat een vieze scheet. Poeh. Wow, dit is de eerste keer dat ik jouw scheet ruik. Oh, zo. Oh, daarom ben jij huilerig. Je hebt gewoon een volle broek, sorry. Ik ga even haar luier verschonen hoor. En dan praat ik zo meteen wel even met jullie. Ja. Jessie is aangekleed. En verschoond. Kijk wat schattig. My first holiday. Dit pakje is van de H&M. Echt zo lief. Met sokjes van de Pre. Om toch nog lekker in het kerstsfeertje te blijven, liefje. Ja, vandaag is het dus tweede kerstdag. En Niek en ik hebben even lekker ontbeten samen, uitgeslapen samen en even wat tv gekeken. En Niek is nu even een uurtje padellen, dus we hebben gewoon een relaxed dagje vandaag. Tweede kerstdag, chilldag. Hey Jess, lekker chillen. Ik merkte ook wel dat Jessie het ook best wel druk heeft gehad. Dus een beetje overprikkeld, wat meer huilen, maar... Nou, nu is ze eigenlijk weer super vrolijk. Wij hebben echt een vrolijk, leuk kind. Echt, ik had niet beter kunnen wensen. En natuurlijk was het even zwaar in het begin. Maar gisteravond tegen Niek, ik zeg, het wordt wel steeds leuker, hè. Op een of andere manier. En ja, dat vond hij dus ook. Het wordt gewoon leuker, ze wordt wat groter. In het begin moet je haar dus natuurlijk heel erg in leven laten houden. Ja, klinkt misschien heel gek, maar in het begin dan werk je met kruikjes voor de temperatuur en...
moet je haar warm houden en heel veel borstvoeding geven. Dat is vooral de eerste 2 weken zo. En ja, daarna wordt het op zich wel met de week wel wat makkelijker. En nu ik ben gestopt met borstvoeding geven, dat valt toch wel een soort van een last van mijn schouder af. Ik had het ook niet langer willen doen. Ik ben er echt wel... ik sta wel echt achter mijn keuze dat ik ben gestopt. En ik vind het ontzettend lekker ook om mijn handen af en toe vrij te hebben. Dat iemand anders dan haar een flesje kan geven. Dat ik dan ondertussen de was kan ophangen of kan helpen in de keuken zoals gisteren. En daarbij vind ik het ook leuk dat iemand anders haar een flesje kan geven. Mijn familie natuurlijk en vooral Niek. Ja, het geeft mij echt heel veel rust dat ik ben gestopt. Mijn borsten zijn ook echt een stuk kleiner geworden. Je merkt ook echt dat de volume eruit is. En dat de melkproductie volgens mij wel zo goed als gestopt is. Al 3 weken al goed aan het afbouwen ben. En nu geef ik overdag niet eens meer borstvoeding. Maar overdag geef ik flesvoeding en 's avonds en 's morgens borst. Maar nou moet ik jullie eerlijk bekennen dat ik vanochtend ook geen borstvoeding meer heb gegeven. Dus eigenlijk is ze al bijna volledig op de flesvoeding. Nou ben ik benieuwd of mijn borsten in de nacht, deze nacht bijvoorbeeld niet, alsnog weer wat voller worden. Of dat er stuwing in komt. Maar ik hoef niet eens meer de druk af te kolven sinds al een paar dagen. Dit zijn de cadeautjes die ik heb gekregen. Heel schattig outfitje voor Jazzy. Deze hebben we ook in een maat kleiner. Ja, cadeaubonnen altijd goed. En dit is haar parfum. Deze ruikt echt heel erg lekker. Van Gisou. Fenty Beauty lipgloss. Knuffeltje. Deze geurkaars was voor Niek. Nou, wat is ze moppie? Jessie is een beetje aan het huilen. En dit boek. En een ritual setje. En wat speeltjes voor Jessie. Een dobbelsteen. En een schattig beertje waar geluid uit komt voor als ze gaat slapen. Deze heeft Niek gekocht voor die kleine. Een muts. En UX-schoentjes met wandjes. Ook heel schattig. Dit is echt heel leuk. Van UX. En dit truitje is voor 3 tot 6 maanden. Echt heel leuk. Wij houden echt van deze kleur. En ook van deze stijl. Vinden we ook super leuk bij haar. Ik hield er, zelf ook al vast. Maar ze deed gelijk die arm op van. Ja. Die is van mij. Knap hè. Ze kan het eigenlijk al met haar eigen handjes al bijna pakken. Mm. Of soms houdt ze het aan de onderkant tegen. Zodat haar flesje dan geen kant op kan. Die oogcontact is ook zo lief, hè, dat ze dat wil doen. Ja, dan kijkt ze je zo aan, hè? Ja, ze kijkt je echt aan. Sjaan, die... Sjaan, wat ben je allemaal aan het doen? Sjaan, die pikt alle spenen. Ze moet het de hele tijd in de gaten houden. Wat heb je? Wat heb je daar? Hallo, ik ben een film aan het kijken. Of wij zijn een film aan het kijken en we hebben even wat eten besteld. En Sjaan die valt me hier half aan. En je wilt even spelen, vriendin. Ja. Ze hebben wel goede recensies in ieder geval. 4,9 van de 5. Zie je bijna nooit. Nou, ik ben benieuwd. Okay, heb jij een leuke serie dan? Ja, is goed. Geef maar de afstand. Of film was je toch? Ik heb niet. Ik heb alleen maar deze. Ik heb hem nog niet gezien ook. God, die afstand bedingen zijn we echt altijd kwijt. Nou, ja, nee, jij ook hoor, meneer. Niet waar, je bent al 2 uur thuis. Weet je, heb niet aan de tv gezet, want ik mocht niet daar zitten. Oh, hier. Oh. Ik zei trouwens net van... Nou, ik hoef denk ik niet meer te kolven. Mijn melkproductie is er niet meer. Maar goed, ik voelde toch wel aan dat er wel degelijk iets in zit. En ja, er staat nu ook wel wat druk. Dus ik ga toch even afkolven. Niek is een flesje aan het geven nu. Nu is de vraag... Hoeveel milliliter denken jullie dat er zo meteen uit Joan haar kolfapparaat komt? Dat hangt er wel een beetje vanaf hoe lang ik ga kolven, schat. Dat ik alleen de druk ervan af kolven. En dat is 5 minuutjes of zo? Ja. Helemaal niks. Nou, kijk, dat bedoel ik. Het is echt gestopt. Ik dacht echt daarom, Jesse was helemaal vol, het zat al honger. Ze was echt gewoon... Nou, is maar goed dat ik geen kiet heb gegeven. Je door een hel gegaan vanuit, blij zijn papi af. Dus je hebt gegeven, poepie. Hé, doet die! Kijk, ze zitten kijken van, nee mam, als ik dit heb gehad, dan zat ik niet vol hoor.
Het is heel high. Ik ben pas mijn goesje in mail gegeven. Goesje. Ik ga bij deze de weekvlog afsluiten. Dus dankjewel voor het kijken van deze video. En ja, ik zie jullie allemaal weer binnenkort weer terug. Deze vlog staat denk ik wel helaas in het nieuwjaar online. Want ik loop zwaar achter. Dus alvast de beste wensen allemaal. En ik hoop dat jullie een mooi jaar hebben gehad. Een mooie kerst achter de rug hebben gehad. En ja, dat al jullie wensen en dromen maar uit mogen komen. Maar goed, ik zie jullie allemaal binnenkort weer. Doei doei.